Rij je vaker met meerdere motorrijders? Wil je bijvoorbeeld telefoneren op de motor of de instructies van je navigatiesysteem doorkrijgen? Dan zou je kunnen kijken voor een communicatiesysteem. Ik ben Paul van Motorkledingcentrum TV en in deze video leg ik je uit waar je op moet letten bij het uitkiezen van een communicatiesysteem. Hiervoor heb ik wat communicatiesystemen en ik zal jullie breed uitleggen wat zo'n beetje de verschillen zijn. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen voor een communicatiesysteem van rijder-passagier. Je hebt dan eigenlijk de Q1 en de Q3. Q3 kun je weer mee met andere rijders. Ben je van plan om alleen met je duopassagier te gaan communiceren, dan heb je hier voldoende aan. Voor de rest zitten eigenlijk alle opties zitten erop, hetzelfde als bij de Q3. Dat wil zeggen dat je de telefoon op aan kan sluiten, dus je kan telefoneren, je kan muziek streamen via Bluetooth. Het navigatiesysteem kan je er ook op aansluiten, zodat je de instructies ook te horen krijgt in plaats van alleen te zien. En goed, er zit nog een FM-radio op en allemaal handige gadgets om het luisteren zo aangenaam mogelijk te maken. Ja, ga je een stapje hoger, dan heb je de Q3. Eigenlijk dezelfde eigenschappen weer als die Q1. Dus het telefoneren, het navigatiesysteem, muziek streamen. Het grote verschil is dat je met dit systeem ook nog met meerdere motorrijders kan communiceren. Met de Q3 kan je tot met z'n vieren communiceren. En dat kan over een afstand van maximaal 1 kilometer. Daarnaast zou je ook nog de G9X of de Scala Rider Packtalk hebben. Goed, die zijn nog uitgebreider voor nog meer motorrijders. Maar ik heb voor die specifieke producten een aparte video review gemaakt. Ja, dan gaan we eens opzij. Heb je bijvoorbeeld de Gardo SR1. Die zijn specifiek voor Shoei-helmen ontwikkeld. Maar ze heb je ook voor Schubert of voor Shark-helmen. Modules die eigenlijk in de helm kunnen worden geïntegreerd. Het voordeel daarvan is dat de module wat mooier wegkomt in de helm. En niet dat je met een knop aan de zijkant zit. De basisfuncties zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus voor het telefoneren, het communiceren. Alleen het wordt iets anders gemonteerd. En zo heeft Interphone eigenlijk hetzelfde bedacht. Dus ook met een rijder-passagierset, een rijder-rijderset en nog wat uitgebreidere sets. Dus in dit geval bijvoorbeeld de F5 MC. Ik heb als voorbeeld even mijn eigen helm genomen. Ik heb zelf de Q3. Dan kun je nu eventjes zien hoe het eruit komt te zien. De module komt hier aan de zijkant. Ik heb hem in mijn geval met een klem gedaan omdat dat kon. Mocht dat niet zo zijn, dan heb je eventueel een plakstrip. En die plak je dan aan de zijkant van de helm. Dan heb je eigenlijk gewoon dezelfde werking. Omdat ik een systeemhelm heb, komt er hier zo'n microfoontje voor mijn mond. Eigenlijk de speakers zelf die zie je niet. Die worden gewoon helemaal weggewerkt in de helm zelf. Bijna alle helmen die hebben een uitsparing voor die speakers. Dus die kun je daar gewoon kwijt en daar voel je voor dat er niks van. Rij je met een integraal. Dan krijg je een iets andere microfoon erbij, dus dat zit met een snoertje zit dat vast, dus niet met een stangetje. En die plak je eigenlijk dan aan de binnenkant van de helmschaal. In vergelijking heb je dan aan de zijkant natuurlijk wel zo'n module zitten. Maar zoals ik al zei, heb je dus een helm van Schubert of van Shoei, dan zou je eventueel ook nog voor zo'n communicatieset kunnen kiezen die erin verwerkt. Dus dat zou dan iets mooier uitkomen. Maar goed, ik heb er zelf ook niet heel veel last van, dus bij mij stoort het in ieder geval niet. En aan de zijkant heb je eigenlijk de knoppen. Dat geldt voor zowel de Q3, Q1 als de G9X, de Packtalk. Redelijk eenvoudig in bediening om aan te zetten, van nummer te switchen en uiteraard nog een volumeknop. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorkledingcentrum doet? Volg ons op Facebook, Instagram of abonneer op ons YouTube kanaal. Vond je dit filmpje nuttig? Druk dan op het duimpje omhoog. Ik ben Paul van Motorkledingcentrum TV en bedankt voor het kijken.